Superleuk dat jullie weer kijken. Hey, vandaag gaat de show over babyboom. En ik vind babyboom mooi, maar ik wil toch eigenlijk een design laten zien. Een beetje een knipoog, iets stoerder maken. Kijken jullie mee? Mijn ondergrond is nail plate extender, 2 keer gelakt en daarover de matte, extreem matte top. En dit is mijn begin. Ik pak een druppel Magic Shine op mijn palet en gebruik mijn Detail 3 om figuren te gaan schilderen. En dat gaan vlammen worden. Trek hem iets omhoog. Laat hem hier een beetje van de nagel afvallen. Ga weer terug naar mijn druppel. En trek met het puntje de andere kant omhoog. Hier ga ik een dubbele vlam maken. Zo. Deze ga ik even 10 seconden in de twinlight doen. Dan pak ik Magic Chromes en dan de Holographic. En na die 10 seconden dep ik hem namelijk met mijn Magic Brush op de nagel. Zo. En dan doe ik hem 1,5 minuut in de twinlight. Mijn design is nu uit de lamp gekomen. Ik ga nu eigenlijk een outline maken met een mix van Cerise Sweeties en Line & Gel White. Puur omdat ik dan net iets dunner kan werken. En nou, kijk maar gewoon even mee. Even je penseel goed vullen. Rollen naar een puntje. En dan volgen wij de gemaakte vlam. Ik leg hem nou weer waar ik ben begonnen. En trek met het puntje de andere kant op. Zo. Deze nog ietsje omhoog. Nou moeten deze lijnen even in de lamp, maar dat doe ik even 10 seconden. Want natuurlijk moeten we onze glittertjes ook nog insealen. En dat ga ik ook weer doen met de Magic Shine. En dan pak ik weer mijn Detail 3 en ga ik met de Magic Shine eigenlijk mijn vlammen insealen. En als mijn design dan klaar is en uitgehard is, dan heb ik nu nog het resultaat voor jullie. Dit is dan de witte versie, dus de iets zachtere versie. Maar het is ook super tof om het bijvoorbeeld met een andere kleur Cerise Sweeties te doen. Om een heel gaaf zomerdesign te maken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Graag tot de volgende. Doei doeg!